Het is weer zover. Ik die een game onder handen neem. En ook niet zomaar een game. Ik heb namelijk Dishonored 2 mogen spelen. En voordat ik ga beginnen over wat ik nou van deze game vind, wil ik eerst mijn geschiedenis met de franchise duidelijk maken. In 2012 kwam daar Dishonored numero uno. Een FPS game met stealth, magic powers en gekke designs. Een game die in menig mensen oog perfect was. Bood uitdagende en spannende avonturen waarvan elke FPS fan of stealth fan een blij gevoel kreeg. Maar ik helaas niet. Ik vond de game nogal saai na een korte periode en vond het allemaal maar te lang duren. Dit misschien door mijn jongere leeftijd en andere interesses in een game. Nu, in 2016, komt daar deel 2 van deze franchise uit. Mijn eerste gedachte was al, waarom is iedereen zo hyped? Ik vond deel 1 helemaal niet zo goed. Wat zou deze dan zo goed maken? Ik moest wel eerlijk zijn dat de trailers er erg strak en spannend uitzagen. Maar ja, trailers kennende zijn deze over het algemeen nogal slechte raadgevers. Toen ik de game voor het eerst opstartte, was het natuurlijk al snel duidelijk dat jouw character net zoals in deel 1 onteerd, aka Dishonored, raakt van de omgeving, stad of land waar jij je bevindt. Wat een verrassing. Hoe de game speelde en hoe mijn eerste indruk was, kan je trouwens zien in het eerste uur wat ik van deze game heb opgenomen. Om eerlijk te zijn was ik wel een beetje bang dat de game zou blijven zoals het eerste uur dat ik hem heb gespeeld was. Maar niets is minder waar. Ten eerste biedt de game je veel keuzes wat ervoor zorgt dat er voor ieder wat wils is. Je kan de game volledig stealth gaan of er als Rambo vol in gaan. Ook kan je beide combineren. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je nooit gezien wordt, maar je legt wel alle tegenstanders om. En dan heb ik het niet over de knie leggen voor een beetje billenkoek. Let wel op dat het uitmoorden van alle tegenstanders ervoor zorgt dat de chaos groeit en voor verschillende consequenties kan leiden. Ik heb dus ook gekozen voor de 0 kills en 0 spotted variant van de game, dus volledige stealth. Dit zorgt buiten de reguliere keuze in de moeilijkheidsgraad voor nog een extra moeilijkheidsgraad, want je mag niet gezien worden en ook niet per ongeluk iemand doodsteken of je pistool afvuren, want dan ben je volledig de sjaak en kan je terug naar een eerder checkpoint. Ik kwam er ook al snel achter dat ik veel gebruik moest maken van de quicksave en loadknoppen van de game, om er zo voor te zorgen voor wanneer ik een foutje maakte, dit niet gelijk erin resulteerde dat ik ontzettend ver terug in de game moest. Ook zorgde mijn gamestijl ervoor dat de levels nogal lang duurden om uit te spelen. Dit is natuurlijk niet aan de game te verwijten, maar dan weet je wel wanneer jij hiervoor gaat dat je ook echt een commitment begaat. De game draait natuurlijk vooral om het sneaken en de combat. En hier mag je gelijk een keuze maken, ga ik de game in met of zonder powers? Ik koos natuurlijk voor de weg met de powers, want dat is nou eenmaal het leukst. In het eerste oogopzicht merkte dat ik nogal verrast was door de keuzes. Je hebt namelijk 6 powers en 7 enchantments. Deze powers en enchantments hebben ieder ook nog upgrades om deze beter te maken. En buiten deze heb je ook nog bone charms die specifieke abilities versterken of toebrengen aan je character. Dus je kan je dus volledig aanpassen aan je speelstijl, die in mijn geval volledig op die stealth gericht was. In het begin van de game vond ik het leveldesign nog niet heel erg indrukwekkend. Wel viel het me op dat er heel erg veel verschillende kruipdoor-sluipdoorweggetjes te vinden zijn, mits je natuurlijk goed zoekt en nadenkt. Zo was ik zelf vaak moeilijk aan het doen met de guard bij de hoofdentree door na veel pogingen per ongeluk een andere route tegen te komen. Wel is het zo dat ik het persoonlijk snel vond dat een upgrade te moeilijk te halen was. Dit om het simpele feit dat de vijanden jou supersnel spotten en ik natuurlijk voor de perfecte stealth run ging. Er is één gebied wat mij erg een goede indruk gaf van wat deze game voor elkaar kan krijgen. Er is namelijk een huis die door een flick of the switch volledig van layout verandert en ook niet zomaar gezien alle muren en vormen etc. al aanwezig zijn en dus ook real-time veranderen. Dit moment in het spel trok mij volledig in de omgeving en ik vond dit oprecht spannend. Dit laat gewoon zien dat de mensen achter Dishonored 2 veel moeite en denkwerk in de game hebben gestopt. De game ziet er qua textures, units, vormgeving etc. erg goed uit. Je verwacht een zware game. Kijkende naar de settings krijg ik hieruit nog steeds een lekkere stabiele 60 frames per seconde. Dit is trouwens met een i7 2600K en een GTX 980. Wel valt het op dat de detail in de verte wel erg afneemt en dat ook de kartelrandjes daar goed te zien waren. Iets wat door de anti-analyzing zou moeten aangepakt worden. Als je gaat kijken naar je character zelf, dan kan je zien dat de powers erg vet zijn geanimeerd. Ik moet trouwens wel eerlijk bekennen dat wanneer je de game speelt en je zit er goed in, dat de kleine grafische schoonheidsfoutjes, zoals ik die eerder noemde, niet tot nauwelijks opvallen en echt je immersie niet verpesten. Het geluid in de game is naar mijn mening ook erg strak. Het liefst speelde ik de game met een koptelefoon op, zodat ik goed kon horen waar bepaalde vijanden zich bevinden. Ook kan je de gesprekken goed afluisteren. Een aantal tips slash persoonlijke ervaringen van mij voor als jij deze game gaat spelen. Er is heel veel te lezen in deze game. Boeken, brieven, orders, notities, noem het maar op.
Natuurlijk heeft niet al het materiaal Mission Critical informatie, maar ik raad je wel aan om alles op te pakken. Hoe normaal en saai het blaadje papier of boek er ook uitziet. Je kan er namelijk zomaar een code of handige informatie op vinden. Of wanneer je graag de lore van Dishonored beter wil begrijpen, dan kan je natuurlijk alles lezen. Het is erg spannend om ongezien te sneaken en je weet nooit 100% precies zeker wat er om de hoek voor jou te wachten staat. Je wordt alleen wel erg snel gespot, ook als je misschiet met een kruisboog, dus weet zeker dat je raak schiet. Houd goed de clues in de gaten en de optional objectives. Deze bieden namelijk een alternatieve route voor je character en vind je misschien leuke extra's. Je kan door middel van het vinden van blueprints, wapens en gear upgraden. Let op, dit kost wel hard verdiend geld, dus kijk goed wat jij voor jouw playstyle daadwerkelijk nodig hebt. In mijn geval kreeg maar weinig equipment een upgrade, gezien ik natuurlijk voor die zoveel genoemde Perfect Stealth Run ging. Als je nu zou gaan kijken naar de reviews op de Steampage van de game, dan is er veel negativiteit te vinden. Dit was ook te vinden tijdens de release van de game. Als je het meeste leest, heeft het te maken met de slechte performance van de game. Veel framerate dips, hakkelende beelden of helemaal geen framerate, wat zorgt voor de echte cinematic experience. Deze mensen geven ook aan supercomputers te hebben, maar toch vind ik dat vreemd dat de game bij mij dan wel redelijk tot goed draaide. Met soms hier en daar natuurlijk wel een glitch slash een frame drop, maar niet echt iets zwaar storends. Na al deze punten nu gehad te hebben en voornamelijk positief te zijn geweest, is tijd voor een conclusie. Ik heb tijdens de tijd die ik in de game heb gestopt erg genoten, maar er is een kleine kans dat ik hem ook daadwerkelijk volledig ga uitspelen. Misschien toch door diezelfde reden als bij deel 1, dat de game na verloop van een tijd toch zijn grip verliest. En dit kan natuurlijk ook een beetje mijn eigen schuld zijn, gezien ik de game zo lastig als ik het maar zelf kan maken speel en al bij de kleinste misstap volledig opnieuw wil beginnen. Maar dit is mijn manier en betekent niet dat jij het ook zo moet doen. En zoals eerder gezegd, heeft de game voor ieder wat wils. Als jij niet zeker weet of de stijl van de game wat voor jou is, wacht dan wel lekker tot de game wat lager in prijs gaat. Maar er is zeker een kijkje waard. Yeah.